Ik ben Bernadette, zaakvoerder van Oulala. Ik ben Lot, zaakvoerder van Oulala, een dochter van Bernadette. Ik ben in het jaar 1990 gestart met de lingeriewinkel. Ik had 10 jaar een krantenzaak, maar de passie voor lingerie was groter. De naam Oulala geeft meer het gevoel weer. Zowel bij heren als dames is dat iets van wauw. Emotie, verwondering. Men zegt Oulala als men lingerie ziet. Mijn man Michael heeft eigenlijk die wedstrijd aangebracht. Hij had dat gezien op het internet en in feite is het wel leuk dat voetbal en vrouwen eens samenkomen. We hebben ervoor gezorgd dat de mensen op ons stemden via Facebook. We hebben er enkele wedstrijdjes aan verbonden. Eigenlijk iedereen zag het enorm zitten om voor ons te stemmen. Onze grootste wens is om te kunnen blijven doorgroeien zoals dat we nu bezig zijn, maar dat dat niet te kost komt van onze klantservice, dat de personal touch er toch in blijft. Het mooiste zou zijn dat Anderlecht in onze truitjes een monsterscore behaalt. 5-0, 6-0, 7-0, doe maar op. Het zijn allemaal vrouwen en het is voetbal, maar eigenlijk alle vrouwen zijn wel zeer benieuwd om een keer een man te zien met Oulala op hun buik. Oulala! Oh,